Hallo allemaal, welkom back to another vlog. Guys, zoals ik altijd zei, ik vlog alleen wanneer ik leuke dingen te doen heb. Dus ik neem jullie mee om jullie te wijzen waar ik vandaag mijn nacht ga doorbrengen. Let's go! Oké, ik denk dat jullie al ongeveer weten waar ik ben. Dus we gaan rustig naar de kamer toe. En we zijn hier. Hier hebben we de badkamer en toilet. En onze bed. I got a cute little surprise from my fiancé. En dit is de tv met onze spullen erop. En the most important and beautiful thing is this view we got. Look at this. Wow. Het is so colorful. En hier kunnen we lekker in de ochtend zitten voor breakfast. Wow. Echt mooi. Ik kan niet wachten om te gaan zwemmen. We hebben ook een koffiemaker erbij met koffie. So can't wait to drink that. Het is nu al 7 uur in de avond en we gaan lekker zwemmen. Want als je hier slaapt, mag je dus tot 10 uur in de avond zwemmen. That's so cool. Wacht, ik ga jullie wijzen. Het is zo rustig hier. We zijn letterlijk alleen. En like, wow. Zo, het is inmiddels al de volgende ochtend. En waarschijnlijk is het nu 8:30 als ik het goed heb. En we mogen om 12 uur uitchecken, omdat we gisteren een uurtje later hebben ingecheckt. Dus we moeten jullie breakfast gaan eten. Ik ben net wakker, dus mijn brieven even bijkomen. Maar laten we jullie even de view wijzen hoe het eruit ziet in de ochtend. Die is echt mooi. Echt mooi in de ochtend. De zon schijnt zo mooi daar. En wij moeten dus daar breakfast gaan eten. En we hebben onze breakfast ready. We hebben broodjes met sausage. We hebben curry egg. Vruchten, watermeloen, papaya, salad en een beetje koffie. Ik vind dit echt het mooiste gedeelte van Jacana. En het is mijn favorite plek. Ik kan letterlijk gewoon de hele tijd hier zwemmen. En het is zo rustig. Ik wil nu erin gaan springen. Maar ik moet even een paar dingen doen voor het werk. En dan ben ik klaar. Alright guys, ik ben lekker klaar met werken en we gaan even lekker eten. We hebben satéetjes, hot wings, virgin cocktail, fries. En dan gaan we nog even lekker door zwemmen. En dat wordt het voor vandaag. It's good guys, thank you for watching. Tot de next vlog, bye!